Sipke Hulshoff, is dit nou een lekker verjaardagscadeautje? Ja, dit is het mooiste cadeau. Ik heb ook heel mooie cadeaus van mijn familie gehad, hoor. Dus dat was ook prachtig mooi. Hè? Maar sportief gezien was dit natuurlijk een geweldig cadeau. Volgens mij ook echt een wedstrijd waar alles in zat, hè? Ja, er zat alles in. We kwamen vrij snel op achterstand. Die viel een beetje uit het niks. Ik vond wel dat Graafschap op dat moment misschien net even iets de overhand had. Hè, maar die goal die viel uit het niks. Hè. Van Wiegem die naar binnen kapt, voorzet wordt gegeven, wordt matig verdedigd voor de goal. Ik vond dat daarna dat wij het initiatief overnamen. Dat we ook een x-aantal kansen creëren. Ook 3 corners vlak achter elkaar creëren. En een ja, geweldige 1-1. Hè. Assist van Martijn Barto met zijn diepteloopactie. Nijzer Roberta die hem geweldig afmaakt. En dan komt er het momentje Jordi van Delen, wel of geen buitenspel. Nou, wat ik net heb gehoord was het geen buitenspel. Als het geen buitenspel is, is het doorgebroken speler strafschop en rode kaart. Nou, dat had de kanteling van deze wedstrijd kunnen zijn. Dan komen we vlak voor rust. Ik vond nog wel dat we een x aantal kansen hebben gehad op 2-1. Komen we vlak voor rust door die vrije trap. Een beetje gelukkig, hè, omdat die verrichting wordt veranderd op 2-1. Nou, dan ga je met een geweldig gevoel de rust in. Gaat je verhaal in de rust dan ook nog anders door dat doelpunt of niet? Ja, dan gaat, je moet gewoon realistisch kijken. Hè. Je moet kijken waar voor ons de kansen liggen. Nou, die vond ik zeker bij Isa en bij Virgil. En ook met diepgaande middenvelders. En je moet ook kijken waar de kansen van de tegenstander liggen. We hadden al vrij veel moeite met Regiveur die tussen de linie speelde. En met El Jepli en de linksbuiten die aan de binnenkant speelde. Nou, daar zul je een oplossing voor moeten aandragen. En ik denk dat het uitstekend gelukt is. Je start met Nigel Roberta in de spits. Daar ben je niet rouwig om na vandaag, denk ik. Nee, maar wij weten wel wat hij kan. Hè. Hij heeft ook tegen GVV heeft hij laten zien wat hij kan. En toen staat hij misschien iets minder in de wedstrijd. Maar als je een debuut maakt... En je scoort 2 keer, hè? Want die ene die afgekeurd werd, die was gewoon een zuivere goal. En je geeft een assist. Nou, en vanavond heeft hij laten zien wat wij al weken zien, dat hij gewoon ontzettend goed kan voetballen. Het is een hele talentvolle speler, hij is sterk aan de bal. Hij draait makkelijk, hij kan ook ingespeeld worden met een man in de rug. Dit wordt een spits voor de toekomst. Isaac Alon krijgt nog een kans om op 4-1 te maken, dan is het wel over. Maken jullie het jezelf dan door de 3-2 niet nog onnodig moeilijk? Nou ja, als die 4-1 valt, dan zouden we ook nog wel eens verder uit kunnen lopen. En dat was weer een geweldig kantelmomentje. Ik dacht de steekbal van Sai op Virgil die hem breed geeft op Isa. Nou, die moet er gewoon in. Dan is het 4-1, dan is het over en uit. Nu werd het vrij rap 3-2. Ook weer matig verdedigd voor de goal van de tegenstander. Waarbij ik vind dat er moet veel meer contact gemaakt worden. En dat gebeurt niet, het wordt 3-2. En dan is het nog wel even spannend. Want volgens mij was het nog wel 1 minuutje of 20. Hè, en de blessuretijd er nog bij. Maar ik vind wel dat wij ook zelfs daarna hebben niks meer weggegeven. Zelf nog wel wat kleine dingetjes gecreëerd. Maar uiteindelijk terecht de overwinning. Heeft het inhoud kweken op de trainingskamp daaraan bijgedragen dat jullie de laatste 20 minuten stand houden? Ook, hè, maar wat ik het allerbelangrijkste vind, dat we vandaag echt als team hebben gefungeerd. We hebben ook bewust gekozen voor jongens die ook echt als een team kunnen spelen. Natuurlijk kunnen wel veel meer jongens daardoor, maar ja, we hebben vandaag echt als een team gespeeld. We hebben als een team aangevallen, als een team verdedigd, als een team elkaar gecorrigeerd, als een team elkaar opgepept. En ja, daar begint het bij. Hè. We hebben het gehad over normen en waarden. We hebben het gehad over standaard. En het allereerste om al die 3 dingen goed in te kunnen vullen is hard werken. En dat hebben we vanavond laten zien. Een mooie start van 2018. Maar ik denk ook een mooie start van een hele drukke periode die eraan komt. Ja, dit geeft echt de burger moed. Hè. Wij hebben bewust gekozen om niet een oefenwedstrijd te spelen op trainingskamp. Om keihard te kunnen trainen elke dag. Nou, en ik denk wel dat je daar vandaag een beetje in terugziet dat wij echt wel fit zijn.